Ik sta in Galerie Rademakers met Hendrik Kerstens, fotograaf. Hoe is het zo gekomen dat u fotograaf bent geworden? Want u bent autodidact, heb ik gelezen. Ja, ik ben autodidact. En ik had genoeg van hetgene wat ik allemaal deed. En op een bepaalde dag heb ik besloten van ja, ik wil fotograferen. Ik had in het verleden wel eens wat gedaan hoor, op dat gebied. Afhankelijk zou het culinair worden, omdat dat wel een beetje de route is waar ik uiteindelijk vandaan kom. Maar dat was niet bevredigend genoeg. Dus uiteindelijk wilde ik portretten doen. Toen de tijd in mijn omgeving werd het een beetje afgeraden. Ik heb dat toch eigenlijk wel doorgezet. We hebben toen de rol omgedraaid. Dus nu mijn vrouw Anna is gaan werken. Ik ben de huishouding gaan doen. Dat was toch best in die tijd revolutionair. Althans, het gebeurde niet zo vaak. Dat praat ik echt wel over een jaar of 25 terug. Toch doorgezet met portretten. Ja, en uiteindelijk is het aanvankelijk gaan lopen. En nu staan we hier. Ja. De meeste mensen zullen u misschien wel kennen over de foto's van uw dochter. Hier hangt nu heel iets anders. Kunt u daar eens over vertellen? Ja, nou ja, dit is natuurlijk ook allemaal mijn dochter. Maar op een bepaald moment zit er een soort geschiedenis in het werk wat ik maak. Hè. En we noemen het aan de ene kant wel eens een familiealbum, omdat het altijd over onze dochter gaat. En in het begin zijn we relatief documentair begonnen. Verbaasd van een helper is een kind en dat ga je fotograferen. Dat was met dat ze in bad zat, ze was 5 jaar oud. En toen was ze nog ineens onderweg als kunstenaar. Want het hele idee is nooit in me opgekomen om kunstenaar te worden. Dat is uiteindelijk gegroeid. Het is pas in 2000. Maar als we hier naar het werk kijken, dan is het natuurlijk wel een hele andere ontwikkeling. Het heeft een aantal lagen. Ik ben heel erg sterk geïnteresseerd in het portret. De zogenaamde tronie vanuit het verleden. Om dat hedendaags te brengen. En wat vooral heel recent is, is het werk wat jullie daar zo kunnen zien. Dat is eigenlijk een beetje de aanloop dat ik zo langzamerhand ook wel toe ben om eens iets anders te doen. Om mijn fotografie ook aan de achterkant te kunnen bekijken. Wat niet kan natuurlijk, hè, want dan moet je een foto van achter maken. Maar zo ben ik ook op het idee gekomen van ik wil sculpturen maken. En dan niet beredeneerd vanuit een sculpturist, maar gewoon van oké, wat kan ik doen? Hoe kan ik fotografie dichter bij een sculptuur brengen? Dus er zijn dus eigenlijk de nieuwe ontwikkelingen die nu gaande zijn. Maar we zijn dus langzamerhand van het observeren, zijn meer hedendaags gaan werken. En misschien komen we wel weer later terug dat ik dan weer ga observeren. Ja. En deze foto's doet heel erg denken aan schilderijen van vroeger. Ik geloof een Renaissance-stijl. Is dat een stijl die u echt boeit? Ja, dat moet eigenlijk wel, hè? Uiteraard boeit me dat, maar het is niet een opzet geweest. Het grappige dat als je helemaal niet een opleiding gedaan hebt vanuit de academie of iets dergelijks, heb je wel aan de andere kant een voordeel dat je natuurlijk wel volkomen vrij bent van alles. En ook nog ineens zo bekend of zo familiair, hoe je het noemen wil. Nee, het gebeurde eigenlijk dat onze dochter kwam thuis van paardrijden. Ze had een netje om de hoofd, hè, onder de cap, en dat deed ze af. De cap, dat vond ik zo bijzonder, dat ik zei van oké, laten we een foto maken. En dat is nog heel sterk van dat je in die fase zit van dat je het heel erg documentair wilde doen. Die foto is genomen en dat zag allemaal heel goed uit. En er waren het eigenlijk wel mensen in mijn omgeving die zeiden, het ziet er heel erg renaissance uit. En dat is na de hand ontwikkeld. Ik ben er me wel bewust van geworden, maar ik heb altijd wel voor het streven gehad om het nooit te kopiëren. Eén is het saai, maar het zit nou eenmaal in mijn DNA. Ik ben Nederlands en blijkbaar hebben we dat. Ik ben meer geïnteresseerd in de transformatie. Dus dus heden, verleden, we leven nu. Onzin om die dingen na te maken, maar dat het in je werk zit, ja, ik kan het niet ontkennen. U combineert het met hedendaagse, zegt u al, zoals bijvoorbeeld een plastic zak op het hoofd of zoiets dergelijks. Het is niet echt een commentaar op vroeger? Nou, jawel. Kijk, dat ik uiteindelijk een plastic zak als voorbeeld neem, dat is voortgekomen dat ik een soort protest heb proberen te maken. En een soort bewustzijn dat we zoveel materialen gebruiken. Voor iets, maar nog ineens de moeite nemen om de schoonheid daarin in te zien. En op het moment dat je zo'n plastic zak op iemands hoofd zet, in dit geval Paula, mijn dochter, dan ontstaat er ineens een hele nieuwe invulling van een materiaal wat we
op een of andere manier zomaar anders voorbij laten gaan. En het geldt voor aluminiumfolie, hè, dat heb ik ook een keer gebruikt. En je wordt dan geattendeerd op het feit of hoeveel mensen zijn zich bewust dat het een mooie glimmende kant heeft, dat het een matte kant heeft, dat het niet alleen grijs is, dat er wel miljoen kleuren in zitten als je goed kijkt. Als je in een andere kleur licht gaat staan, verandert het weer. Ja, het is een, ook wel een soort het in een andere context brengen en een soort stilzwijgend protest. En wat er ook toe geleid heb in de tijd dat ik met Alexander McQueen heb kunnen samenwerken, die het ook heel erg had over de vervuiling van de aarde. En ik was ook met het thema bezig en ik was ook met plastic dingen en dat heeft toen, ja, is toen heel gelukkig samengekomen. Bent u al bezig met iets nieuws alweer? Nou ja, ik ben inderdaad onderzoek aan het doen naar sculpturen te maken. En dat wil ik echt benaderen als ik noem het fotograaf. Ik noem het ook eigenlijk gestolde fotografie. En het boeiende van dit alles is eigenlijk dat we natuurlijk in zo'n bijzondere tijd leven waar je hoeft niet specifiek eerst een enorme opleiding schilderen of beeldhouwen of wat dan ook te doen. Maar je kan het allemaal heel erg, je kan het mooi samen mixen vandaag de dag. En het bijzondere daarvan is dat als je dat kan doen, dat natuurlijk het ambacht telt altijd. Want zonder ambacht kan je ook nooit tot een complete schoonheid komen. En bovendien ook uitdrukken wat je zo graag in je hoofd hebt. Maar het gaat vooral ook om van wat je te vertellen hebt en wat je wil laten zien. Ik neem niet weg dat ik wel in dit geval in de Academie Antwerpen, dat ik wel een aantal maanden echt op een opleiding gezeten heb om echt eens te voelen van wat steen is. En tot de verbazing ben gekomen van dat de hardste steensoort echt als heel zacht materiaal in je handen kan zijn. En ik, dat vind ik wel dat de ambachten blijven de ambachten, maar je zal je toch wel moeten verdiepen van wat is steen. En als je sculpturen wil maken, maar dat je je bedient van hedendaagse technieken en die dan weer combineert op een nieuwe manier en een voor mij wordt een gemixte techniek toepast en vervolgens dan je mallen maakt en je bronzen doet, is alleen maar enorm interessant.